Wat hebben Afrikaans graan, glutenvrij speciaal bier, de sierteelt en de biobased economy met elkaar te maken? Aan het woord is Martijn Stevens, die met zijn bedrijf Seedscope een economisch rendabele circulaire keten rondom het gewas sorghum wil realiseren. Ik vind het leuk om actief te zijn in zaken van, zoals ze dat noemen, van 0 tot 1. Om dat op te bouwen, te kijken of dat er een sustainable business uit te halen is. Ja, en voordat je dat doet, dan heb je wel de 1000 richtingen belopen voordat je die ene hebt gevonden. Dat vind ik leuk werk. Sorghum is, zoals het mij vertelt, het graan wat gebruikt wordt voor de bierproductie in Afrika. Daar wordt geen tarwe verbouwd. En nu dat dus hier wel zou kunnen, is het interessant om te zien of dat bier dan ook hier gebruikt kan worden. Dus een biertje van sorghum van Nederlandse bodem. Dat afgezet tegen reguliere andere grondstoffen maakt dat sorghum glutenvrij een interessant onderscheidend vermogen kan bieden aan een bier. Want we hebben 9 rassen in het proefveld staan. Ja. En die rassen die zijn ingestoken op graanproductie in relatie tot het gehalte aan tannines, hè? Klopt. Veel ja. En weinig. Veel en weinig, ja. Want de relatie ligt tussen tannine en het brouwen dat we wenselijk laag tanninegehalte willen. Dat is uiteindelijk het doel, hè? Sorghum als graan om glutenvrij Nederlands bier te brouwen dus. Maar dat is niet de enige business case die Martijn onderzoekt. Ja, als je ergens over spreekt en enthousiast over bent, als op een feestje. En ik dan met een akkerbouwer sprak, die zei van, goh, sorghum, ja, daar heb ik wel eens een keer een knip voor bloemen in de vaas. Ja, dan is het in één keer een klikmoment waarvan ik dacht, god, dat is inderdaad ook wel interessant. En daags daarna begon ik in het veld zelf te knippen. Ik ging naar een bloemist toe. En wat is toevallig, komt de toeleverancier aan. En die vertel ik, het geld ligt op straat en ik had daar een aantal pluimen leren. En ik zei, welke vind je mooi? Ja, die en die. Maar waarom? Ik zei, nou ja, ik zou eigenlijk wel eens graag naar de veiling willen die het onder de klok brengt. Nou, dan zou ik mijn vader wel even bellen. Martijn die belde me en een uur later was hij op de veiling met dat spul. En hebben ze even zitten te bomen hoe of wat en hoe dat dan verwerkt zou moeten worden en er klaargemaakt zou moeten worden. Maar het is gelukt en hij heeft er een paar dagen ingestoken en we hebben een paar dagen dat spul op de veilingen kunnen veilen. Het is het idee om de combinatie te maken tussen de pluim als bijsteek. Omdat dat in ook het doel, hoe zijn de opbrengsten voor de telers op te bouwen met een onbekend gewas. Risicospreiding is eigenlijk erop gericht om de stengel in augustus, september te knippen. Mocht daarin de test op de veiling anders lopen, dan kunnen we het altijd uit laten groeien. Dan wordt het toch maar weer graan en kunnen we dat dorsen en dat voor de mouting benutten. En onder de grond is het in die fase, als we het onderwerken, een mogelijkheid om als groenbemester dienst te doen. Waarbij aaltjes onderdrukt zouden kunnen worden. Dat is wat rondom sorghum speelt. En dat zijn allemaal wat argumenten die we proberen te zoeken samen met Kwekerij Sluis en met de teeltervaring gericht op graan voor bier. Om te kijken wat is de beste business case voor sorghum. Meerdere business cases dus om sorghum in Nederland in de markt te zetten. Maar hoe wil Martijn zijn business organiseren? Lijkt erin te zitten dat sorghum bier uit Nederland gewoon een leuk verhaal is. En dat wil ik met name coöperatief realiseren. Dus iedereen erbij betrokken, iedereen moet er wat aan verdienen. En eigenlijk hebben we het allemaal samen gedaan. Dus met elkaar is de uitdaging gesteld, krijgen wij het bier in het schap? En welk schap? Dat weten we nog niet. Laten we eerst maar goed stabiel bier maken. Vooralsnog gebruiken we het instrumentarium zeg maar, van de brouwerij van het Marquisaat als plek waar de opleiding wordt gefaciliteerd. Zij willen dat weer verwaarden voor start-ups. Nou, laten we zeggen dat brouwerij de Pluim een start-up is. Dan is de ambitie om een brouwerij ergens in het land uit de grond te krijgen. Ja, we zijn als Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased Economy. Zijn wij ruim 2 jaar geleden opgericht om de vernieuwingen die in de biobased economie spelen in Zuidwest-Nederland eigenlijk te implementeren in het onderwijs, het mbo-onderwijs.
en daar drie colleges van ROC West-Brabant aan te verbinden. Ik heb op ieder deel eigenlijk coöperatieve en innovatieve partijen gevonden. Op het niveau voor verwerking en verwaarding in de diverse nevenstromen is het Nieuwfos uit Uden. Die heeft de interesse om de vezels te ontsluiten en de plantinhoudstof. Mijn naam is Geert van Boekel van het bedrijf Nieuwfos. Nieuwfos is een bedrijf dat in de biobased economy grote stappen aan het zetten is om plantaardige reststromen 100% te verwaarden. Het leuke en bij louter toeval in het moment dat Nieuwfos vanuit de gedeputeerde van Noord-Brabant de pluim uitgereikt heeft gekregen, was het ook wel een leuke tegenactie van het Nieuwfos Geert van Boekel om de gedeputeerde een pluim bier te geven. Dus het zou mooi zijn om een pluim bier te hebben. Maar wist jij dat ik iets niet van je eet? Nee, dat is het niet. Ik mag normaal nog geen bier hebben, maar deze man wel. Deze man wel. Ja. Hier liggen de sorghumvezels. Ja. Verwacht voor verwerking, ontsluiting van inhoudstoffen en de basis voor de bierveeltjes, het etiket. En zo mogen we nog wel als biocomposiet van de kratjes. Want we willen natuurlijk met het sorghumbier niet alleen maar het graan gebruiken, maar 100% is de ambitie het in en rondom het product te realiseren. Met zijn ambitie van 100% verwaarding van de sorghumplant gaat Martijn een stuk verder dan de meeste bierbrouwers. Hoe kijkt hij daar zelf tegenaan? Veel dingen in de biobased business lijken non-food gedreven te zijn, maar ik ben daar eigenlijk van die ontkoppelingen helemaal niet overtuigd. Ik denk dat het allemaal erbij hoort. Bier is een biobased product. De agri is met name natuurlijk gericht op food of feed. De circulaire gedachte, daar ontkom je niet aan. En zou je ook niet moeten willen ontkoppelen dat food daar naast staat. Dus het zijn de verwaardingsstromen van de nevenstromen van het gehele gewas. Het is ook geen afval, het is ook geen reststroom. En dan tot slot, wanneer denkt Stevens dat zijn glutenvrije, circulaire sorghumbier van Nederlandse bodem op de markt gaat komen? Sorghumbier in de winkel, het is een mooie vraag. Ik weet dat er in 2018 een grote food ambitie en evenement is in Brabant, als Europese regio voor een of ander foodprogramma. Als ze dan een goed, stabiel, mooi product hebben, kortom een evenement, en als gevolg daarvan dat het in de winkels komt, ja, dan is het Horizon 2020.